Vandaag gaan we deze USB 2.0 externe harde schijf, een lazy harde schijf van 1 terabyte, omzetten naar een USB 3 harde schijf, dus puur voor de snelheidswinst. Ik heb voor een aantal andere video's heb ik al aangetoond dat je kunt externe harde schijven openmaken om de schijven zelf te recupereren. Ik heb dat gedaan met deze Seagate harde schijf. En dat was een USB 3 schijf, dus ik heb daar dit controllerbordje van overgehouden. Of deze connector, dat is een SATA connector. En hier een USB 3 connectie. Dus USB 3 is te herkennen aan deze dubbele connector. Als dat wil focussen, dus hier een dubbele connector. En dan over het algemeen is de USB connectie zelf ook blauw gemarkeerd. Hier zie je die blauwe markering. Nu dit gaan we daar dus in inbouwen. Om deze open te maken, ja, dat is een klein beetje, het is een metalen behuizing, terwijl dit was plastic. Maar je ziet dan dat speciale schroeven zijn. Dat zijn eigenlijk Torx schroeven met daarin nog een puntje. Dus dat maakt dat je een Torx, ik heb hier een setje, nodig hebt. En het zijn die, dus dat zijn gewone Torx. En dit zijn die met een gat in het midden. Dus de eerste stap is die behuizing open te maken. Dat bordje dat hierin zit, USB 2, recupereren. En dan dat nieuw bordje erin plaatsen. En dan zien waar dat ik de connector moet plaatsen. Ik ga moeten die behuizing een nieuwe opening maken voor de nieuwe connector. Want deze heeft nu dus hier een USB-aansluiting. Terwijl dit bordje hier van voor een aansluiting zal nodig hebben. Dus hier ga ik een stukje moeten uitslijpen. Ja, dus de schijf dat hierin zit is een 1 terabyte schijf. Nu, de snelheid daarvan heeft weinig belang. Dat is niet echt de bottleneck. De bottleneck bij dit type externe harde schijf is typisch de aansluiting naar uw computer. Dus in dit geval USB 2. Die ik nu vandaag ga upgraden naar USB 3. Die is ook al open geweest hoor. Dan kan ik er gewoon uitschuiven en dan zie je hier. Dus het is gewoon een kwestie van die eraf te halen en te vervangen door deze. En dan hoop ik dat dit gewoon één op één past. Ja, dit lijkt te passen. Alleen moet ik hier dus een stukje uithalen om die connector te kunnen plaatsen. Dat gaan we nu doen. Kijk, ik heb verschillende opties, maar dit is eigenlijk slechts plastic. In tegenstelling tot de rest van de behuizing die wel in metaal gemaakt is, is dit gewoon plastic. Dus dit zal wat overkill zijn. Ik ga het gewoon met een dremel doen. Dat gaat iets sneller gaan. Of iets gemakkelijker zijn. Iets preciezer zijn. Aanhouden waar. En dan ik er moet afslijpen. Hier. Dus dat is heel grof. Hoe ver dat ik het moet uitslijpen. Bril. Het gemakkelijke aan die dremel is ook dat hem... Er zitten echt schijfjes bij gemaakt voor plastic. Kijk, dit is een schijfje echt voor PVC gemaakt. Dus dat is ideaal. Ja, deze dat erop zit was voor metaal. Ik ga even een beetje opruimen met de vuil. Ja, perfect. Dat is helemaal verzonken. Oké, dan moeten we nu alleen nog de vergelijkende test doen. En het geheel terug dichtschroeven. Dus dit is een MacBook Pro 2016 model met USB 3.0. Ik zal eerst de test doen met de originele connector. Dus 2.0. Ik zal dan vergelijken met de nieuwe connector. Ik heb daar een appje voor. Als je op de Mac Store kijkt naar Blackmagic Disk Speed Test App. En die app gaat eigenlijk aan mijn scherm. Je kunt daarbij de schijf selecteren en dan gaat hij gewoon grote bestanden wegschrijven en teruglezen en zien hoeveel tijd dat kost om te berekenen wat ongeveer de schrijf- en leessnelheid is van een bepaalde schijf. Dus als ik hier nu als target device moet hij gewoon selecteren en dan de
speedtest startknop en dan zie je dat ik ongeveer lees aan een maximum, nee, schrijf beter aan een maximum snelheid van rond de 40 megabits per seconde. En lezen doet hij ongeveer, ja, ook aan ongeveer 30, 39, 7, ook rond de 40 megabits per seconde. Vervolgens de USB 3.0 connectie aansluit. Ga eens zien of dat ook rond die 40 blijven steken of dat onze modificatie echt wel iets opgeleverd heeft. Oké, schijf moet terug gemount worden en dergelijke meer. Dus opnieuw, target device, speedtest start en dan zien we 67.2 schrijven, ik had meer verwacht, en 90 lezen. Bij de tweede test zit hem rond de 80 schrijven, dat is het dubbele van de vorige test. En bij het lezen 90, bijna 90. Dus ook iets meer dan het dubbele van de vorige test. Dus ze bekomt eigenlijk de dubbele lees- en schrijfsnelheid, gewoon door dat connectertje te veranderen en door hier stukjes uit te slijpen. Ik ga je nog snel alles terug aan elkaar hangen. En dan kunnen we dat als backup schijf of als, voor als ik op reis ben, gebruik ik graag nog een echte externe schijf. En die schroeven terugplaatsen. En voilà, onze schijf is klaar. Dat was het, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. En goed nieuws, ik ga hem al direct gebruiken om de opname dat ik op die Mac Pro hier gemaakt heb, MacBook Pro beter, over te zetten naar mijn Mac Pro waarmee ik mijn video bewerk. Dus dat komt al van pas.